ga nu spreken met architect Ton van den Hagen, die afgelopen jaar samen met bureau Bura Urbanism een onderzoek deed naar de verdichting van Tilburg. Het ging er net al even over, maar daadwerkelijk naar de verdichting van Tilburg. Neem alvast plaats, ja. Ton. Waar is nog ruimte in de stad? Nu eigenlijk de voor de hand liggende terreinen, zoals de voormalige textielfabrieksterreinen in de jaren 80, 90 al ingevuld zijn. Ton dook erin en we gaan met hem praten over de resultaten. Ton, laten we allereerst nog even doorpraten op het ministerie van Maak. Heb jij iets gezien wat je erg aansprak zo net? Ja, ik heb het initiatief heb ik gelezen en ik dacht, ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Ik heb net die drie oplossingen gezien. Ik vind het de uitkomst vind ik heel duidelijk maken dat denkkracht enorm veel kan betekenen, ja, voor de ruimtelijke ontwikkeling van dit land. En dat dat niet betekent in drie dimensie huisjes tekenen. Nee, dat er ook direct gedacht wordt over alle schalen van een oplossing. En dan kom ik ook bij de drie plannen die ik gezien heb. Loven, super actueel. Tilburg heeft 4500 hectare bebouwd gebied, waarvan 1400 hectare bedrijventerrein. Ja. Een aantal daarvan zijn heel duidelijk modern en weet ik veel. Maar een groot aantal daarvan hebben behoefte aan een soort revitalisering. En dat initiatief laat direct zien dat je alle krachten, alle ontwerpfactoren in kunt zetten om de stad beter te maken. Dus ja, helemaal goed. Ja. De tweede die begint met de A58 te overdekken. Dan denk je, ja, dat is toch gekke werk. Ik sprak vorige week iemand en die zei van het begrip gezondheid wordt steeds meer, hoe dichter we gaan bouwen, wordt het begrip gezondheid steeds belangrijker. En dan sluit ik rare oplossingen niet uit. Dus dan denk ik van nou, als dat het begin van een gesprek is met Rijkswaterstaat, prima, je hoeft niet heel Nederland te overdekken. En de derde, de oplossing van Thomas, die stelt iets wat wij ook in onze studie aan de orde hadden. Wat is nou een woning? We gaan nu met gemak van 100, dat was normaal, 90 was normaal. We zitten inmiddels bij Thomas op 40 vierkante meter. Wat is nou een woning? Welke waarde vertegenwoordigt die op dit moment? Nou, het is overspannen, dus ook al is het maar een woning, hup, het is goed. Wat kunnen we daar over 20, 30, 40 jaar mee? Hoe moet je daarover nadenken? We hebben een generatie gehad met allerlei plannen met had-eenheden, huishoudens alleen en tweepersoons huishoudens. Nou, die bleken 10 jaar na dato de minst gevraagde woningen te worden. En het eerste uit de markt genomen te moeten worden, wilde daar geen probleem ontstaan. Dus dat levert in ieder geval een heel goed gesprek over, van voor welk moment doen we het en welke kwaliteit hebben we dan voor ogen. Ja. Nou, ik vond het hartstikke goed. Dus het biedt jou ook weer inspiratie in jouw verdere onderzoek, denk ik? Zeker, zeker. Het is misschien goed om te zeggen, jullie onderzoek wat jij met Bura hebt gedaan is in opdracht van Kasten geweest. 25.000 woningen, waar moeten die een plek vinden in Tilburg? In een notendop, hoe hebben jullie dat onderzoek eigenlijk aangepakt? We zijn begonnen te kijken naar de kaart van de gemeente. En de gemeente heeft de stad en de dorpen verdeeld in 12 gebieden. En per gebied hebben ze een kengetal erop geschreven van zoveel verdichting zien we. Ja. Dus we hebben gekeken bij welke wijken is dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Als je kijkt linksboven west, dat is de wijk Het Zand. Als je 19 jaar mag doen over het invoegen van 2000 woningen, nou, daar hoef je niet zo wakker van te liggen. Dat gaat wel lukken. Als je ziet het kenniskwartier met 7500 woningen op nagenoeg hetzelfde grondgebied, dan kun je voorspellen dat daar wel iets te bedenken moet zijn. Of in ieder geval iets bedacht moet worden, laat ik het zo zeggen. Dus we hebben eerst geïnventariseerd van welke gebieden kunnen we met rust laten, dat komt wel goed. En welke gebieden zijn er dan waarvan je denkt van nee, hier moet op een ander schaalniveau gedacht worden. Ja. Dat een van de vragen toen mensen mij, toen ze hoorden dat ik met deze studie bezig was, hoe hoog wordt het in Tilburg? Onmiddellijk werd dichtheid gekoppeld aan hoogbouw. Ja. Terwijl ik dacht van nou, is dat nou wel zo vanzelfsprekend? De stad kent een vrij aardse bebouwing, 6, 7 lagen. Dat is ook ongeveer het niveau waarop je kwalitatief nog contact maakt met de grond. Als je het erover hebt dat je gezinnen wil laten wonen in de stad, is dan hoogbouw wel per definitie de meest voor de hand liggende vorm. Dus op die manier hebben we met elkaar verkend wat is regelmatig en waar moeten we ruimte gaan zoeken in de stad die er misschien nog niet op deze kaart staat. Ja. Dus dat hebben Bura, Urbanism en ik zei de gek samen gedaan. Ja, en dus
echt wel anders dan echt gezocht van waar zijn nog plotjes. Ja. Maar echt op het niveau van de hele stad. Ja, 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 want waar zijn nog plotjes? Die gedachte, dat breekt je op. Ja. Dan ga je het niet meer redden. Nee, af en toe zie ik nu al een voorbeeld in de stad waarvan ik denk van nou, het plot is gevuld. In de lengte, de breedte en de hoogte maximaal. Nou, iemand heeft daar heel veel plezier aan beleefd. Maar wat heeft de stad daar nou aan? Ja. Wat krijgen we daarvoor terug? Ja. In New York, als je daar hoog wilt bouwen of vol wilt bouwen, dan is er een soort zoning law. Als je iets teruggeeft aan de stad, dan mag je misschien een beetje hoger. Als je profiel een beetje insnoet, mag je misschien een beetje hoger. Daar ontstaan op de begane grond atria, die toegankelijk zijn voor publiek, groene gebieden. En ik van nou, dan is er een wisselwerking en dan heb je een gesprek over wat je als stad wil en wat je als ontwikkelaar wil. Ja. En nu zie ik te veel projecten ontstaan die gewoon maximaal zijn en waarvan ik denk van ja, en wat is dan het grote idee? Het voegt niks toe. Zullen we eventjes naar twee van jullie voorstellen? Ik weet niet of dat te snel gaat. Ik denk dat we even wat verder naar een kaartjes moeten. Want we hebben gewerkt met expertpanel en burgerpanel. Hier zie je het burgerpanel en Henriette voor de troepen. Hier zie je een kaart die we met het burgerpanel hebben gemaakt. En dit gaat iets te snel. Eentje terug graag. Dat burgerpanel, dat vond ik echt een geweldige ervaring. Oké, vertel. We gaan 19 jaar 25.000 woningen bouwen. Maar ik dacht van tevoren, dat wordt een gesprek op een vrij microniveau. En ik was aangenaam verrast dat het ging over de stad. De mensen die bij ons in het burgerpanel zaten, die snappen het DNA van deze stad. En die snappen ook dat je je bezig moet houden met andere dingen dan een straatprofieletje of een groen perkje. Ja, wat is jou bijgebleven? Gezondheid. Gezondheid, dat een werd van genoemd. Een van de mensen zei van gezondheid vind ik belangrijk. Nou, abstract begrip. En die gaf als voorbeeld het spoorpark. Het spoorpark is aangelegd midden in de binnenstad. En dat is een soort compensatie voor verdichting van die binnenstad. Doordat dat park er is, kun je ergens anders de dichtheid groter maken. Dus in die zin, gezondheid, vond ik een uitstekende parameter. Ja. Ja, en het expertpanel, dat waren professionals uit de stad die meegekeken hebben en hun input hebben gegeven. Ja, precies. Ja, de volgende? Zullen we dan nu naar de ideeën? Ja, dit is zo'n kaart van heel Tilburg. Dus dit is het hele verstedelijkte gebied. Wat gepikkeld is, dat zijn de wijken en de gebieden waarvan we denken, nou dat komt wel goed, 19 jaar, dan halen we die aantallen wel. We zijn op zoek gegaan naar zones die als aaneengesloten zone iets kunnen betekenen op stadsniveau. En in het rood zie je in het midden de binnenstad. De binnenstad ontwikkelt zich steeds meer tot een kern. Echt iets waar je een kernwinkelgebied. Vorige week is er een winkelstraat opengegaan, waardoor je in Tilburg ineens ook achtjes kunt maken in plaats van alleen maar de Heuvelstraat op en neer. Nou, die binnenstad wordt steeds sterker. Hier zie je de kanaalzone aan de noordkant, aan de oostkant. Je ziet aan de onderzijde de ringbaan zuid. En je ziet het gebied vanaf de universiteit tot aan het spoorpark, tot aan de ringbaan west. Het kenniskwartier. Ja, het kenniskwartier. Ja. Dat zijn de drie zones waarop wij zijn gaan kijken. Als je daar nou naar verdichting kijkt, wat zou dat op kunnen leveren op stadsniveau? Dus echt kijken naar de stad en niet naar het gebiedje op zich. En jullie noemden dat met name de ringbaan zuid. Mm-hmm. De kanaalzone echt, dat noemden jullie de stadsritsen. Ja, ja. En op dit kaartje zie je hoe het zich andersom richt. De ringbaan zuid en de kanaalzone. Dat als je stelt dat je daar woningen maakt, dan zitten die op loop- en fietsafstand van de binnenstad. Ze maken gebruik van de bestaande lintstructuren. Ja. Dus die profiteren er ook van. En in principe voeg je in bewoond gebied woningen toe die profiteren van datgene wat er al is. Dat vinden wij voor de stad een goede zaak. Ja, en andersom, ze hechten ook die ja, andersom, de ringbaan zuid, dat komt dadelijk in het tekeningetje tot uiting, die al in de maatregel die we voorstellen, is die niet meer scheidend tussen de stad en de nieuwe bebouwing die daaronder komt. Ja. Maar wordt het juist een gebied wat zich hecht naar twee kanten. Ja. Ja. En daardoor krijg je dit effect in plaats van dat het uit elkaar blijft zoals het nu is. En dan, we noemden de studie verdichting als verrijking. Dat is een verrijking voor de stad. Ja. Een van de opgaven van deze stad is, anders dan andere steden, is dat deze stad bestaat uit een aantal kernen die langzaam door verdichting aan elkaar zijn gegroeid. Daar hoort nog geen stadsidee bij. Misschien dat het volgende plaatje dit. Er hoort nog geen stadsidee bij. Deze stad kan door de verdichting veel meer verwevenheid krijgen, veel meer kortere verbindingen krijgen.
En wat dat betreft echt een heel stedelijk niveau krijgen. Ja. We hebben geoefend voorheen. Ik weet niet of je een pointer hebt. Ik heb geen pointer bij me. Loop ik even ernaartoe en dan kan ik het aanwijzen. De ringbaan Zuid, de ringbaan West, de ringbaan Noord en de ringbaan Oost. Dat was in de ideeën van meneer Rukert, 1917, een wandelpromenade. Die had hij nodig omdat de stad ging uitbreiden binnen dat gebied. En daarmee maakte hij eigenlijk een soort groene grens rondom Tilburg om die uitbreidingen te vangen. Wat zijn gedaan? Nou, die ringbanen van Rukert die waren een paar jaar later al, kregen al een verkeersfunctie. Dus die hebben dat nooit gehaald. Wat deze schets betekent is bijvoorbeeld dat je de kanaaloever aan de noord- en aan de oostzijde, de ringbaan Zuid in een nieuwe hoedanigheid, de bestaande Baroniebaan en Taxandriabaan die al heel erg groen zijn, ja, dat je die in zo'n groene loper vangt, de openbare ruimte wat dat betreft op elkaar laat lijken en familie van elkaar laat zijn, waardoor je een soort ring krijgt die met elkaar een promenade vormen van 14, 15 kilometer. Ja. Een soort groene loper die als een soort bindend element op stadsniveau een soort invoeging is. Ja, nou, verdichting precies. Als verrijking. Ja. Dit zou een verrijking kunnen zijn. En dat zou in jullie ideeën eigenlijk ook wat betekenen voor de ringbaan Zuid. Ja. Want daar kan dus dan niet meer zo hard gereden worden zoals dat nu mogelijk is. Misschien dat we het volgende plaatje kunnen kijken. Hier zie je de hele kaart. Aan de onderkant de ringbaan Zuid kom ik dadelijk even op terug. Ja, goed. Graag. Kanaalzone kom ik ook nog even op terug. Links de universiteits, het kennisas. Je ziet de veranden, dat is dat gebied met die kruisen. Dan grenst daar nu de campus van de universiteit aan. En als je dat gebied gaat ontwikkelen tot aan de binnenstad, het laatste groene vlekje is de Sporenpark, dan zou je dat kunnen doen in een setting alsof het een universiteitscamping is die doorloopt. Ja. Dat betekent dat je gebouwen maakt in een open landschap, daarin woont, daarin werkt. Je zou in die zone de hoogbouwontwikkeling die zich in Tilburg altijd heeft voorgedaan van oost naar west, die begint bij Interpolis en loopt tot aan de universiteit, die zou je als een soort skyline van oost naar west kunnen vervolmaken. Ja. Door hoge punten te introduceren op de Verbernelaan. Dat zou bij het OV-knooppunt van de universiteit, het station, dat zou de katalysator kunnen worden ook voor een ontwikkeling naar het noorden, naar het Westermarktgebied, waardoor dat op die plek veel dichter komt te hangen bij de stedelijke verbinding aan de zuidkant. Ja. Dat is even aan de universiteitskant. Ik ga nu naar de ringbaan Zuid. Die hebben we bekeken vanaf helemaal rechts het Haakasterrein, de Kempenbaan, tot aan links het Laar, het evenemententerrein. Hier staan heel veel gekleurde blokjes in, net alsof alles daar weggaat. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is wel dat je met een hele open mind kijkt, wat kan ik in die ruimte doen? Ja? Zullen we even naar het volgende plaatje? Ja, want tuurlijk, daar laat Ja, ik zie het. Boven zie je het profiel van de huidige ringbaan Zuid. Het is een oude rijksweg van ongeveer 70 meter tussen de bebouwing. Stel dat je die brengt aan onderste plaatje naar een verkeersruimte van 40 meter en een groene loper van 15 meter. Dan hou je daar heel veel ruimte over waar je op een redelijk ontspannen manier kunt wonen. Aan een groene loper, aan een smallere ringbaan Zuid. En je ziet dan direct dat de oversteekbaarheid groter wordt en dat de maximale snelheid die nu nog 70 kilometer is als enigste ringbaan in Tilburg, dat die terug kan naar 50 en dat je wat dat betreft een hele normale verbinding tussen twee gebieden krijgt. Ja, het zou echt een soort nieuw leefgebied kunnen zijn, hè, voor de stad. Ja, over de hele lengte, dat is 4,5 kilometer, maar vooral in de breedte richting ook van noord naar zuid, daar komen ontzettend veel woningen in Zuid, Stappengehoor, Wilm 2 kazerne. Nou, die kunnen op een heel vanzelfsprekende manier dadelijk bij de stad gaan horen. Ja. Ja? En daar zijn wat beelden van als het goed is. Hebben jullie dat? Dit is de bestaande toestand. En stel dat je het profiel zou vernauwen met gebouwen van 6-7 lagen hoog. Dan zou je aan de linkerkant, dat staat niet zo goed op deze verbeelding, een soort groene loper kunnen krijgen van 15 meter. Hier de verkeersafwikkeling. Bestaande gebouwen die er nu staan, karwei, gamma, hoe ze mogen heten, kunnen opgenomen worden in de plint van zo'n gebouw. Links achterin staat een bestaand woongebouw uit de jaren 60. Nou, dat zou je ook in kunnen passen. Het is wel de bedoeling dat die, want het was onderdeel van die groene loper, dat die ringbaan Zuid een groen karakter blijft houden. Ja. Maar je zou op deze manier over 4,5 kilometer lengte heel veel woningen met een redelijk basic bouwhoogte, 6-7 bouwlagen in kunnen voegen. Ja, als een soort
een soort van hoogbouw dat toch connectie met de straat houdt. Ja, en dat betekent ook dat je in die hoogbouw, dat noemen we geen hoogbouw, dat je ook gezinsappartementen kunt opnemen. Dus op die hoogte kun je nog zien wat er buiten gebeurt en kun je je kinderen nog... Kunnen nog contact maken en spelen. Het is eigenlijk een soort een type hoogbouw wat niet zo heel veel voorkomt in Nederland, maar wat je wel veel meer ziet in Parijs of in Berlijn of in Engeland. Ja, in Parijs is eigenlijk de hele stad ermee gevuld sinds Haussmann. Ja. En in Rotterdam is een invulproject Little C. Dat laat eigenlijk prachtig zien dat je met een behoorlijke dichtheid, met veel woningen, niet eens zo hoog hoeft als je maar heel slim verkavelt en de gebouwen goed positioneert. Ja, precies. Even met het oog op de tijd. Ja? Het goede nieuws is, er komt een long read. Dus we kunnen alles nalezen over dit, over jullie onderzoek, waarin nog heel precies verteld wordt hoe het verder gaat. Misschien nog heel kort even over de kanaalzone. Als we dat plaatje even aanstippen. Ja, die loopt over de noordkant en naar deze kant. De kanaalzone is een heel ander gebied. Dat zal Loof ook uit. Daar zijn ontzettend veel eigenaren. Daar zijn ontzettend veel verschillen in bedrijven. Maar toch zou je met elkaar één gemeenschappelijk doel moeten formuleren. Dat betekent dat je dat niet locatie voor locatie voor locatie moet ontwikkelen. Je moet met elkaar iets gaan afspreken. Ja. Dat betekent dat je voor die hele zone anders moet denken. Dat je anders moet kijken naar die zone. Dat je ook anders moet doen. Ja. Je moet dus mensen met je om je heen verzamelen die van plan zijn om in 19 jaar tijd hetzelfde doel na te streven. Zonder dat ze... hoe moet ik zeggen, daar direct zelf mee kunnen beginnen. Ja, ja. Ingewikkelde opgave, maar wel heel erg de moeite waard. Ja, maar dat is ook volgens mij direct een van jullie belangrijkste conclusies. Ja, ja. We hebben een paar dingen geleerd al werkende. De verdichtingsopgave 25.000 woningen invoegen in een stad die er 100.000 heeft, betekent dat je heel veel zit op private grond. Ja. En dat de overheid, anders dan de Reeshof, eigenlijk nauwelijks grond in te brengen heeft. Dus je moet op een andere manier met elkaar omgaan. Het betekent ook dat je bijvoorbeeld bestemmingsplannen die nu vastgesteld zijn en van alles mogelijk maken, die kunnen ook dingen opleveren die behoorlijk in de weg staan als je wil verdichten. Ja. Ja. Dus je moet ook wat dat betreft een enorme goede antenne hebben en denken, wat wil ik nou met die stad op een langere termijn? Ja. Ja. Ja, want je ziet dat er natuurlijk al van alles aan de gaande is. Mm-hmm. Overal zijn bouwprojecten als de bankier en noem maar op. Dat is allemaal aan de gang. Mm-hmm. Terwijl je misschien toch een stap terug zou willen doen. Even pas op de plaats maken. Waar zijn we nou mee bezig? Is dat ook wat jij teruggehoord hebt van de gemeente? Tot nu toe is de reflectie van bijvoorbeeld de stedenbouwkundigen van de gemeente, die hebben dit ook laten zien, dat het voor hun ook een enorme verrijking is om zo over de stad te denken. Stedenbouwkundigen hebben in de stad, in Tilburg, een eigen gebied. En de overlap tussen die gebieden, die komt natuurlijk wel aan de orde, maar is nooit een issue op zich. Nee. Op het moment dat je eerst over de hele stad nadenkt, en dan, neem even de Ringbaan Zuid, die tussen twee gebieden in ligt, en dan met elkaar afspreekt, dat is de ambitie en dat gaan we vasthouden, dan kun je daar ook gericht op gaan ontwikkelen. En nu zou het kunnen gebeuren dat er dingen ontstaan waarvan je denkt van, hoe kan het? Maar we hebben er wel last van. Ja, ja, en dat kan eigenlijk zeg maar een integrale visie op die verdichting in de weg gaan staan op den duur. Ja. Als je daar niet met z'n allen op voorhand over nadenkt. Ja. Ja, dankjewel Ton. Jouw verhaal van jou en Bura is na te lezen in onze long read. Die komt binnenkort op onze website en we maken er boekjes van. Er zijn een paar concepten, dus wie snel is, die kan een concept meenemen vanavond. En anders komt binnenkort de definitieve uitgave. Prima. Dankjewel Ton voor je verhaal. Dankjewel.